op deze vrijdag 14 juni 2024 hebben we dan de launch van de campagne Excellence Women First gehad van STAS International van mevrouw Karin Rivos. Voorafgaand aan de gebruikelijke speeches, en zo hebben we dan gehad Sharda Ganga, verder ook nog de UNDP representative Manuela Seilman, verder ook nog de mevrouw Karin Rivos, lead consultant, en dan Bronto Somoharjo, minister van Binnenlandse Zaken, dus het ministerie welke straks belast zal zijn met de verkiezingen van 25 mei 2025. Wij voeren nu naar de launch van de campagne welke plaats had in de ballroom van Hotel Torarica. Voordat de vicepresident Ronda zou hebben geheten en de directeur van het energiebedrijf Leona en de voorzitter van de vakbond Rolinda, en dat Leona en Rolinda ruzie zouden hebben en daardoor heel lang zouden duperen, en dat Ronda toen maar naar haar mama of papa was gestapt en had gezegd: ma, pa, mino, mangoro, help me alsjeblieft. Vervolgens staan de meisjes gezamenlijk trots op het bordes en vertellen dat het allemaal aan mami of papi te danken is dat de rust kan wederkeren en uw stroomonderbreking snel wordt opgelost. Laten we vooral heel eerlijk zijn. Zouden we het dan nog steeds schattig vinden en respectvol en mooi en heel mama mi gudu en papa na yo brudu? En dat, lieve mensen, is het probleem dat we hebben. Vrouwen worden stevast anders beoordeeld en dat anders is veel te vaak minder, als minder. Er wordt meer van ze geëist, want er wordt minder van ze verwacht. Minder, minder waardig. Daarom gaat het niet alleen over de cijfers, de poppetjes, maar om het intrinsieke geloof in de gelijkwaardigheid van vrouwen. Als we geloven in die gelijkwaardigheid, dan komen de poppetjes vanzelf in balans. Maar het omgekeerde is ook waar. Als de poppetjes in balans zijn, is de kans dat gelijkwaardigheid wordt geloofd, gerealiseerd en beleefd plotseling een stuk groter. Dat is waarom we hier zitten vandaag. Laat me, voor ik ga naar enkele van de waanideeën, één grote misvatting uit de wereld helpen. Het idee dat het allemaal al helemaal snor zit in de wereld met de plek van vrouwen. Dat vrouwen het overnemen, of erger nog, het al hebben overgenomen van die arme mannen. De Global Gender Gap Index kwam deze week uit. Het is van het World Economic Forum. Het meet de gap tussen de maatschappelijke positie van mannen en vrouwen. Het rapport van 2024 meldt een verbetering van 0,1% ten opzichte van vorig jaar. Men heeft berekend: in dit tempo duurt het nog 134 jaar, 5 generaties, voor we volledige gelijkheid hebben bereikt. En dan alleen in termen van parity, numerieke gelijkheid. Volgens de index duurt het in dit tempo nog 152 jaar voor de parity is op economisch vlak en 169 jaar voor we parity hebben in politieke participatie. Waarom gaat het zo traag? Omdat we last hebben van allerlei mythes en waanideeën. Bijvoorbeeld het idee dat het de keus van vrouwen zelf is dat zij de politiek niet ingaan of niet gaan voor de hoge posities. Dat klopt in veel gevallen. Weet je waarom? Omdat de obstakels die ze moeten overwinnen vaak onvoorstelbaar zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen die durven de politieke arena te betreden en daarin willen klimmen en excelleren, veel meer drek over zich heen krijgen dan mannen. Bij mannen is hun man zijn nooit een factor die tegen ze wordt gebruikt. Simpelweg omdat man zijn de norm is. Maar vrouwen daarentegen, die zijn heksen. Die zijn frigide. Die zijn te dik. Die zijn te dun. Die zijn te lelijk of te mooi. Domme poppen. Wat ze nodig hebben is het, nou ja, vul maar zelf in. En is ze geklommen tot het bestuur van de partij? Wie heeft ze daarvoor moeten beklimmen? Dat is nog steeds de knee-jerk reactie. Dat
de reactie is, zegt veel over de achterlijkheid, pardon, de cultuur in de partijen. En dan heb ik het nog niet eens over de institutionele barrières, de structurele maatschappelijke obstakels ingebed in onze samenleving, die het vrouwen zo moeilijk maakt om haar hart te volgen en haar talenten te ontplooien. Dan heb je weer een ander waanidee, het waanidee van competentie. Het is alleen als we praten over vrouwen in besluitvorming, vrouwen en leiderschap, meer vrouwen in topposities in de politiek, misschien zelfs de positie, dat kennis en kunde en ervaring en opleiding en karakter en integriteit en visie en moed en onkreukbaarheid en onderscheidingsvermogen en alfabetisme een rol spelen. Maar laten we eerlijk zijn, tot nu toe hebben we ons daar steeds minder druk om gemaakt. Dit is mijn geloof. Vrouwen hebben evenveel recht om hun incompetentie te mogen demonstreren op het hoogste niveau, zoals mannen dat al decennia lang doen in Suriname. Natuurlijk willen we competente vrouwen, maar laten we die lat dan ook even hoog leggen voor de mannen. Er is veel tegenstand tegen quotas, want de angst is dat we dan zomaar vrouwen gaan plaatsen op posities, alleen maar om te voldoen aan quotas. De onderliggende gedachte is dat niet-competente vrouwen dan de plek gaan innemen van competente mannen. Laat me u opvrolijken. Het is bewezen dat vooral middelmatige mannen plek moeten maken als er quotas zijn. Quotas ruimen middelmatigheid op. Ik hoor u denken, waar kunnen we ze kopen, die quotas? En kan je ze in het groot kopen? Nog zo'n idee waarmee we onszelf in slaap willen sussen. Het maakt toch niks uit of een man of een vrouw daar is. Besluiten neem je niet met je gedacht geslachtsdeel. Maar weet je wat bewezen is? Dat maakt verdorie wel wat uit. Vrouwen zijn bewezen beter in omgaan met risico's, in verbinden, in compromissen sluiten. Vrouwen zijn betere beleggers en vrouwelijke ondernemers gaan minder vaak failliet. Klinkt dat niet eerlijk? We lopen minder kans om failliet te gaan als land met een vrouw aan het hoofd. Minder kans op schulden, minder middelmatigheid, meer gelijkheid. Waar wachten we op? En het laatste waanidee dat ik uit de weg wil helpen, het idee dat als je voor vrouwen bent, het betekent dat je tegen mannen bent. Alsof we maar één hersencel hebben. Alsof we op het schoolplein zijn en je alleen één beste vriend mag hebben. En als die met een ander speelt, dan ren je naar je mami of je papi om je te helpen. Alleen als je een heel onzekere man bent, denk je dat plaatsmaken voor vrouwen ten koste gaat van mannen. Of misschien ben je niet onzeker. Misschien weet je gewoon dat ze beter is en meer. Ja jongen, schuif dan. Schuif. Ik ben Manuela Seaman, zoals mevrouw Reepers net aangaf. Ik ben van de UNDP en ik zal als eerst starten om te zeggen dat volgens de UNDP ons mandaat en onze doelstelling het heel belangrijk is om de lidlanden die wij ondersteunen te assisteren in het promoten en safeguarding of gender equality. Ik ben zo blij vandaag dat ik hier mag staan. Maybe not the UNDP representative, maar gewoon een medewerker verantwoordelijk voor governance. En tegelijkertijd, als ik dus volg na mevrouw Sharda Ganga, dan denk ik ook bij mezelf, anno 2024 hebben we vandaag de launch van een campagne waarbij we vrouwen bemoedigen, waarbij we mensen weer bewust maken van de achterstand die vrouwen moeten inlopen als het gaat om leiderschap en als het gaat om gendergelijkheid. Ik wil niet werken met data, ik denk dat mevrouw Sharon dat ze net een beetje heeft geschetst, en met allerlei cijfers aantonen dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Ik kan me herinneren in februari, daar was mevrouw Ganga ook onderdeel van onze panel, hebben we zo een filmavond georganiseerd, waarbij het publiek, het was vrij, je kon komen en werd er een film vertoond.
En die film, het was in principe een documentaire, ging over vrouwen. Vrouwen op verschillende niveaus. En dan mochten we met ze mee in hun belevingswereld. Wat dat voor hun betekent in hun werk als vrouw en ook nog als gekleurde vrouw. En dan hebben we zelf mogen ervaren wat ze meemaken elke dag. Die barrières en op het werk. Dat je gewoon wordt gediscrimineerd, dat is het gewoon, omdat je een vrouw bent. Ik ben hier als een medewerker van de UNDP en ik mag u mededelen dat ik dat zelf ook ervaar in mijn carrière. Zelfs binnen de VN. Dus al die geweldige policies van ons en de wetgeving, dat is niet voldoende. En ik ben er heel erg bewust van dat de enige manier hoe we iets kunnen veranderen is als wij zelf als vrouwen opstaan en vechten voor ons recht. En on our journey doing so is het heel belangrijk dat we weten dat er vrouwen zijn, vrouwelijke leiders, that have paved the way for us. Die hebben gevochten en hebben gestreden en dat we vandaag een signaal geven aan alle vrouwen in Suriname dat er nog vrouwelijke leiders zijn die bereid zijn om je die ondersteuning te geven en die push. En ik kijk er naar uit vandaag, onze discussie, wat er allemaal daaruit voortvloeit. Maar in ieder geval vind ik, is dit een hele goede signaal naar de Surinaamse samenleving toe en vooral naar vrouwen toe. En helaas, ik volg naam mevrouw Shada Ganga en ik mag u zeggen, dat is gewoon zo. We hebben nog een lange weg te gaan en we worden nog steeds gediscrimineerd als vrouwen. Maria Liberia Peters, de langzittende vrouwelijke premier van Curaçao, in de periodes tussen 1984 en 1993. We kunnen er bijna jaloers op worden. Ik weet dat we wel eens naar regionale meetings gingen met vrouwelijke ministers en iedereen was echt watertandend jaloers op Maria Liberia Peters die daar de premier was. Zij streed als stemmenkanon voor meer vrouwen in de politiek. Zij zegt, als vrouwen geen politici waren geworden, waren wij vrouwen allen nog steeds handelingsonbekwaam. Ons campagnebeeld voor de campagne Excellence Women First is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Ze komt voor uit het vijfde duurzame ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties, gendergelijkheid. Binnen het UND-project Women Leadership and Development. En wij hebben als TAS International om inhoud te geven aan dit project eerst een onderzoek moeten laten verrichten. Een situatieanalyse doen verrichten. En dat hebben we laten doen door Hannah Gicheriet van Tull Consult en Women's Rights Center. Vraag echt een applaus, een waanzinnig mooi rapport. En de finale versie kunt u online krijgen als u zich straks, als u de zaal verlaat, registreert voor. Dan zorgen wij dat u het finale exemplaar opgestuurd krijgt. Want met deze resultaten van de situatieanalyse borduren wij voort. En tot en met december 2024 zijn in eerste aanleg verschillende workshops en trainingen gepland. Gendertrainingen, international protocol, ethisch persoonlijk leiderschap, personal branding, etc. voor de vele doelgroepen binnen het ministerie of gerelateerd aan de verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals het OKB, CHS, diverse commissies, werkgroepen, secretariaatverkiezingen, de DC's, als ook vrouwen en jongeren uit verschillende politieke partijen die meedoen op 25 mei 2025. Allen dan voorgedragen door hun politieke partij op zoek naar excellence. Want wat is excellence eigenlijk? Excellence komt voor uit excelleren. Hoge plaatsen in de politiek noemen we excellentie. En andere ambten, excellentie. En waarom noemen we ze excellentie? Want we verwachten dat ze excelleren. Zich onderscheiden, uitsteken boven het gemiddelde, overtreffen, schitteren, uitblinken, uitmunten, uitschitteren, uitsteken, zich onderscheiden van anderen. Daarom gebruiken we het woord excelleren.
excellence. Het betekenis van het logo wat deze is, zal ik u even uitleggen. Het staat trouwens op de tekst. We hebben voor dit logo gekozen, want als je een emancipatiebeweging moet veroorzaken, moeten we duidelijk zijn. Er is geen tijd en geld om een volslagen nieuw logo herkenbaar te maken. We gaan uit van het internationaal vrouwensymbool, maar maken het vooral een symbool van leiderschap. En in het centrum van die bloem staat de leider. Die achtpuntige ster communiceert met alle omringende bladeren. De vorm is gebaseerd op de Lotus Sutra. Bij de Chinezen en in het oude India staat de lotus symbool voor reinheid, volmaaktheid en de vrouwelijke kant van de mens. Leiderschap bestaat uit kennis, visie en moed. Ook deze eigenschappen krijgen een plaats in het logo, herkenbaar en duidelijk. We hebben het logo, het concept gemaakt en het laten uitwerken in de verschillende communicatie-items. U heeft de map, de brochure, kennisvisiemoed is de leidraad, de posters die u ziet hangen hier zo, die we later ook zullen gebruiken. Visie, kennis en moed. Verder nog andere items. U heeft de buttons gekregen toen u binnenkwam. Straks krijgt u truitjes als u dat wil. En uiteraard heeft u daar een pen en een pet mooi meegekregen. Want het campagnebeeld, waarom first? Women first. Na 25 mei willen wij leiders die excelleren. We willen leiders die excelleren. De president, vicepresident, raad van ministers, DNA-leden, raden van commissarissen, staatsbedrijven. En wij moeten ze kiezen. Wij moeten ze kiezen. Wanneer uit het World Happiness Report 2023 blijkt dat de landen waar bevolkingen het gelukkig zijn en die top 7 geleid wordt door vrouwen, dan zeggen wij, waarom wij nog steeds niet? Wanneer de criteria van het onderzoek gebaseerd zijn op uitstekend onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, dan zeggen wij, waarom wij nog steeds niet? Wanneer vandaag uit veel onderzoek blijkt dat vrouwen fantastische leiders zijn en het World Report 2024 wederom aangeeft dat de top 3 landen in de wereld geleid worden door vrouwen, dan zeggen wij, waarom wij nog steeds niet? Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat wanneer vrouwen in die instituten van staat worden geïntroduceerd, de corruptie met gemiddeld acuut 60% afneemt, dan zeggen wij, waarom wij nog steeds niet? Wanneer oudere generaties geen plaats maken in een andere rol gaan zitten van aansturen en begeleiden van jongeren in ons land, waarbij jongeren ons land verlaten omdat ze geen kans krijgen en de ontwikkeling van Suriname afhankelijk wordt van mensen met een toekomst achter zich, dan zeggen wij nee. Dan zeggen wij, we moeten nu ervoor gaan. We moeten nu gaan voor excellence. We moeten nu gaan voor excelleren. En mensen die excellentie worden genoemd, moeten excelleren. Zodat uitstekend onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid de norm wordt. Excellente vrouwen en jongeren goed opgeleid zijn, die een uitstekende track record hebben, geen crimineel verleden hebben, corruptie bestrijden, integriteit, normen en waarden hoog in hun vaandel dragen, humbel zijn en niet machtswellust worden wanneer ze daar zitten. Humbel zijn, dat moet de norm worden. They do the right, they do the right, and they do the right, even though everybody is doing wrong. Hashtag 25 mei 2025, the president is female. Om te beginnen met mevrouw Sharda over de wet. Ik heb aan mijn twee vrouwelijke juridische adviseurs gevraagd wat de status is van de wet. En zij zeggen dat er nog aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan, zoals een commissie uitvoering. En dat heeft ook te maken met arbeid en justitie. Zo, maandag kwam mijn secretaresse naar mij toe, Monique. Ik heb ook een secretaris, mevrouw Sharda, dus mijn eerste sorry komt nog niet. Ik had ze naar me toe. En die zei, je hebt op agenda aanstaande vrijdag een event hier in Torarica. Ik zeg, zet me erop, want het heeft te maken met verkiezingen en vrouwen. En vanaf die dag, u weet het, kwamen leden van mijn staf naar mij toe en zeiden, Bronto,
Kijk uit wat je zegt. Zeg geen dingen zomaar. Ga geen schuine grappen vertellen. Net alsof ik dat ooit doe. Net alsof ik vandaag hier met een boek zou staan en schuine grappen zou vertellen. Tot zo net, mevrouw Sharda, komt de directeur. Hij zegt, Bronto, kijk uit wat je zegt. En maak een speech klaar. Waarom? Hij zegt, in deze zaal gaan er alleen maar gangstervrouwen zijn. Maar mevrouw Sharda, ik ben opgegroeid, opgevoed door alleen maar gangstervrouwen. Toen mijn vader vertrok naar Suriname, ben ik opgegroeid, opgevoed door 3 gangstervrouwen. Mijn tante, mijn zusje en mijn moeder. En een van die gangstervrouwen had gangsterwapens, we kennen het. Ik kijk naar de schoenen van die vrouwen, maar ik zie ze niet. Mijn moeder had zo'n klomp met zo'n zool en ze had een andere riem. En door die gangsterwapens heb ik geleerd, en maar goed ook, na de discussie te hebben gehoord, dat vrouwen altijd gelijk hebben. Dus mevrouw Sharda, ik ga nu mijn speech voorlezen. Als ik iets fout zeg uit de door goed voorbereide speech van mijn staf en van mevrouw Revos, dan zeg ik sorry, sorry, sorry. Met veel genoegen sta ik hier als minister verantwoordelijk voor de verkiezing van 25 mei 2025. Maar ook als minister verantwoordelijk voor het genderbeleid in Suriname. Bij de samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken met de UNDP werd terstond het genderaspect voor de te houden verkiezingen hoog op de agenda geplaatst. En dat hield in dat het ministerie moet zorg dragen dat zowel gendergelijkheid als ook gendergelijkwaardigheid bij de voorkomende verkiezingen zichtbaar zijn. Daarom dat er ook volle ondersteuning is gegeven bij de totstandkoming van deze loon vandaag. Opdat wij er zeker van kunnen zijn dat er nationale bewustwording is op dit stuk, welke moet doorlopen in al onze commissies, werkgroepen en andere instituten die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen. Maar dat ook na de verkiezing de bewustwording ook merkbaar zal zijn bij diverse voordrachten en benoemingen voor besluitvormingsposities, met name in onze hoogste college van staat. Er moet inderdaad nogal wat gebeuren om de toegang voor vrouwen op het hoogste niveau in de politiek toegankelijker te maken. Binnen politieke partijen en daarbuiten. Ik besef mij terdege dat als minister in de politiek mijn eigen ideeën die passen bij deze generatie en de komende generaties, de betrokkenheid van vrouwen op dit hoogste niveau als normaal gezien moet worden. Ik heb het geluk dat ik niet anders gewend ben. Immers, zowel jongens als meisjes hebben nu toegang tot alle vormen van onderwijs. De basis voor groei en ontwikkeling. Ik denk bijvoorbeeld aan gedegen kinderopvang en scholing van alle vrouwen en jongeren die de politieke arena willen betreden. Dit project, deze campagne, Excellence Women First, voorziet daar ook in. Wij zijn trots als ministerie dat met de betrokkenheid van de UNDP Women Leadership en Democratie wij invulling geven aan belangrijke nationale verplichtingen voortvloeiend uit het gendervisiebeleidsdocument 2021-2035. Maar ook de nationale verplichtingen waaraan de staat Suriname zich heeft gecommitteerd, waaronder duurzame ontwikkelingsdoelen nummer 5, gendergelijkheid. En het versterken van de positie van vrouwen en meisjes, ook het verdrag inzake de eliminatie van alle vormen van discriminatie van vrouwen, waarin artikel 7 de staat wordt opgeroepen alle passende maatregelen te nemen om discriminatie van vrouwen in het politiek en openbaar leven uit het land te bannen. Mijn complimenten aan het bureau Gender Aangelegenheden en het Algemeen Secretariaat Verkiezingen, die zich in het kader van de komende verkiezingen ook hard maken voor 1. Zichtbaarheid van de vrouwen op de verkiezingslijsten met een foto van alle verkiesbare vrouwen. Ook mannen krijgen een foto, denk ik. Dubbel zichtbaarheid, omdat nu is gevraagd naast de foto ook een V of een M erbij te plaatsen. De verantwoordelijkheidscommissie kijkt hoe daaraan invulling kan worden gegeven. 3. Alle andere ten dienst staande acties en middelen om aan gendergelijkwaardigheid binnen het verkiezingsgebeuren invulling te geven.